Hi, ik ga vandaag weer een nieuwe video opnemen. En vlog eigenlijk. En ik ga vandaag hele leuke dingen doen. Dus ik ben Liv, voor als jullie het al gemist. En kom op, blijf abonneren, blijf liken. Ik heb nog maar 2 abonnees. Vind je mij niet zielig? En reageer ook. Ik heb nu nog maar 3 reacties. Kom op, ik wil jullie leuke of haatreacties ook zien. Ik kom niet schelen of het haatreacties zijn of zo. Mijn kanaal heet Beauty Keizerin. Als het nou zo moeilijk is om dat op te noemen. Voor jullie. Nou, heel grapje. Ik hou ontzettend veel van jullie. En bedankt voor al die 3 leuke reacties. Maar 3, dat is zo even. Maar goed. En we gaan nog hele leuke dingen doen. Volgens mij heb ik dat al gezegd, maar dat weet ik niet. Ja, oké. Okay. Eigenlijk ook weer minder leuke dingen. Want, volgens mij weten jullie dat nog niet. Trouwens, sorry dat ik. Jezus, ik ben gewoon. Maar ja, ik moet het even opnemen. Deze camera gaat bij. Ik weet, ik moet opnieuw camera kopen. Dat is slecht. Kijk, als ik 1 keer dit doe, dan zie je dat. En, de badkamer, dat, daar ga ik het over. Sorry dat ik dat dit mijn video is, want ik heb heel lang geen video meer opgenomen. Ongeveer 1 week of zo. Misschien wel 2 weken. De laatste 3 dagen kwam omdat ik bij een vriendin was. Want het is voor mij is het nu vakantie. Voor mij, niet alleen mijn vakantie, maar voor mij. Is het nu vakantie voor andere kinderen? Ze moesten dus al naar school, denk ik. En ik was dus bij een vriendin. Sylvana, ik was super leuk. Nee, ik weet niet. En trouwens, vertel hoe jouw vakantie was in de boep, serieus. Ik heb gewoon net mijn camera zo. Daar kom ik nu pas achter, Siri. Dat was echt creepy. Zo is het beter. Schaduw. Face heb ik nog schaduw. Graag schaduw. Face. Oh, het helpt niet eens. Oké, maar over de badkamer. Daar wil ik het over hebben. En dus heel erg sorry van dat ik bijna geen video's meer opgenomen. Nu ga ik beginnen. De badkamer. Ja, de badkamer. Ik was er niet dus die 3 dagen. En drie dagen. Ja. En toen werd de badkamer dus helemaal gesloopt. En het kwam omdat er een lekking was in de... onder de grond was al vet lang, maar niemand deed er iets aan. Toen, tot op een gegeven moment, mijn vader een soort van vlek zag. Op het plafond. En toen dacht hij van, wat is dat nou weer? En toen belden ze de woningbouw. En nu hebben ze de hele grond uitgehaald. Wacht. Ik kan het ons even laten zien. Je hoort ook de echo. Dus de echo, omdat het nu... Hoe het had ik echt zo niet moeten doen. Dat is gewoon fucking creepy. Mijn haar zit ook. Ziet hier gewoon niet uit. Oh. Echo. Ja, nu hoor je het niet, maar something. Wacht. Huh?
Oh, echt? Au.